Welkom bij een nieuwe aflevering van Op de Hoogte met het laatste nieuws en een kijkje achter de schermen van het nieuwe Hotel Tiel. In deze aflevering, er ligt ergens een gouden ei verstopt in het hotel, maar waar? Maar eerst gaan we naar het hoogste punt van Tiel, het dak van het hotel. We staan nu op het dak van het hotel, dat is voor mij op zich een locatie waar ik vaker ben geweest. Als brandweer zijn we nauw betrokken geweest bij het bouw van het hotel. Niet alleen bij de bouw, maar ook onze uitdrukdienst hebben we met het gebouw kennis laten maken. En uiteindelijk hebben we dat afgesloten met een daadwerkelijke inzet. En op die manier maken wij het voor onze mensen veiliger, zodat ze het gebouw wat beter leren kennen. En kunnen wij ook Hotel Tiel wat veiliger maken door te begrijpen hoe het gebouw in elkaar zit. Wat is uw functie? Mijn functie is chef kok en ik ontvang de brandweer en ik beleid u door. De brandweer voert een levensechte oefening uit op een van de bovenste etages. Hallo. Inclusief acteurs die hotelgasten spelen. Ja, waar zit u? Kom maar meneer. Nou, we zijn allemaal ook. Ja, we hebben het flink bij. Zo. Ja. Housekeeping is een belangrijk onderdeel van het nieuwe Hotel Tiel. Middels online e-learning zet het hotel een uniek programma op. We hebben bij Van der Valk een e-learning opgestart. Dus recent hebben we dat gedaan. Daarin maken wij nieuwe medewerkers bekend met het schoonmaken van de kamer. Daar komt ook best wel veel bij kijken, want die kwaliteit die wij aan onze kamer stellen is, en die onze gast ook aan de kamer stelt, is vrij hoog. Daarnaast is het misschien voor de gast wel heel erg leuk om te zien wat er gebeurt met de hotelkamer nadat hij de kamer verlaten heeft en hoe dat onze housekeeper te werk gaat. En dan speciaal voor de kleintjes heeft het Hotel Tiel met de paasdagen wel iets heel bijzonders. Hoi, herken je me al? Ik ben de paashaas. En wij vieren Pasen op 27 en 28 maart hier in Hotel Tiel. Ik ben alvast de route aan het verkennen, want wij hebben een hele grote paaseieren zoekwedstrijd. En er zit één heel speciaal ei tussen en dat is ons gouden paasei. Neem papa mee, mama, opa, oma, ooms, tantes, broers, zusjes. Iedereen is welkom. Je kan bij ons brunchen, we hebben live cooking diner, maar we hebben ook een paaskeuzemenu. Wil je nou meer weten? Laat papa en mama even op de site kijken. www.hoteltiel.nl